De zomervakantie is aangebroken en veel Nederlanders zullen natuurlijk naar Zuid-Europa vertrekken voor een heerlijke zonvakantie. Maar juist in die landen is het deze week snikheet. Is het dan eigenlijk nog wel leuk om daarheen te gaan? Dat gaan we vragen aan Raymond Klaassen van Weerplaza. Hoe warm is het deze week in Zuid-Europa? Ja, extreem warm, dat mag je toch echt wel stellen. Als ik naar de temperaturen kijk in Spanje, in het binnenland, dan moet je er gewoon rekening mee houden dat het meerdere dagen ruim boven de 40 graden zal zijn. En dat gaat voorlopig ook nog wel even door. Er zit een behoorlijke bel zeer warme lucht, die ook de neiging heeft wat meer naar het noorden te gaan trekken. Dat zal komend weekeinde langzaam maar zeker op gang komen. En dan kan het bijvoorbeeld ook in ons eigen land zeer warm gaan worden vanaf zondag, maandag. Maar momenteel dus in Spanje hele hoge temperaturen. Ja, en Nederlanders die gaan daar dus massaal enthousiast naartoe. Maar waar moeten ze allemaal rekening mee gaan houden? Bosbranden, extreme droogte. Sommige mensen zal het misschien te warm zijn dan. Dat denk ik wel. Boven de 40 graden, zoals die temperaturen in Spanje en het binnenland worden voorzien, maar ook in delen van Frankrijk, dat is natuurlijk extreem heet. Het is al heel lang erg droog en inderdaad, natuurbranden kunnen een rol gaan spelen. Hier en daar zijn al branden actief. En verder, dat heeft niet eens zozeer te maken met die extreme hitte, maar natuurlijk ook de zonkracht in deze tijd van het jaar in Zuid-Europa, die is vele malen hoger dan in onze omgeving. Dus dat betekent gewoon heel goed smeren. Ja, precies. Kunnen we misschien de landen een beetje globaal afgaan? Frankrijk is natuurlijk een populair oord, traditiegetrouw. Hier zien we ook een kaart. Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld, of de Dordogne. Kun je daar iets over zeggen? Ja, zeer warm. 35 tot 40 graden toch wel in sommige delen van Frankrijk in het zuiden. En die warmte die zal in de tweede helft van de week nog wat extremer gaan worden. Omdat dan die bel met die zeer warme lucht die nu nog boven Spanje aanwezig is, langzaam naar het noorden gaat schuiven. Dus zeer hoge temperaturen. Ook gewoon in het westen en noorden van Frankrijk hoor, later in de week. Ook gewoon boven de 30 graden. Oké, want vaak is het inderdaad in Normandië en Bretagne dan toch alweer een beetje anders. Maar dat is nu dus daar ook heel warm. Even in vogelvlucht, hè? Italië, Turkije, ook populaire landen. Ja, Italië momenteel ook al zeer warm en ook zeer droog. Want neerslag valt er eigenlijk nauwelijks. Je ziet dat hoge drukgebied bij het Azorengebied, dat strekt zich helemaal uit over die zuidelijke landen. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk al het neerslag tegengehouden wordt. Dus ook veel droogte daar. En zoals Italië ook temperaturen tussen 30 en 35 graden. Lokaal kan dat ook weer wat warmer zijn. Dat geldt ook wel voor Turkije. Aan de andere kant Turkije, dat is nog wat verder weg, maar ik zie daar een stukje van Joegoslavië enzovoort. Oh, ja. Daar is het natuurlijk ook voormalig Joegoslavië, moet ik zeggen, ik moet wel oppassen wat ik zeg. Daar is het ook zeer warm met temperaturen boven de 30 graden. En Turkije, daar is het in delen ook zeer warm. De populaire delen, daar is het traditioneel warm, met temperaturen tussen 30 en 35. Ja, en nou weet ik van Sevilla dat je daar beter niet naartoe kan gaan als de zomer op zijn hevigste is. We kunnen Spaanse kaart er ook nog even bij halen. Nou, je stipt het al even aan, donkerrode kleuren daar. Ja, absoluut. Boven de 40 graden wordt er verwacht de komende tijd. Het is daar al een aantal dagen ook zo warm geweest. En dat gaat voorlopig gewoon door. Er is nog geen enkel signaal dat deze week minder zou moeten gaan worden. Nou, dan blijf je rustig in Nederland, want daar denk je zitten we een beetje in de koelte, een regenbuitje af en toe. Maar hoe ziet het hieruit? Ja, wij gaan toch ook wel een deel van die warmte meepakken. Niet in heel het land. Het is morgen overigens zo dat dinsdag het wel in vrijwel heel het land zomers warm gaat worden. Met 25 tot 30 graden. Dan wordt het in de tweede helft van de week weer iets minder warm. Omdat we een noordwestelijke stroming gaan krijgen. En dan in het weekeinde, dan zie je die hitte ook bij ons langzaam maar zeker gaan komen. Met name in het zuidoosten van het land moeten we toch zondag en maandag ook rekening gaan houden met temperaturen boven de 30 graden. Hoe warm het precies gaat worden, daar zit nog wel veel onzekerheid. Er zijn ook bijvoorbeeld signalen boven de 35 graden. Ja. Nou, dat moeten we nog even afwachten. Maar je ziet wel begin volgende week echt die hitte ook in een flink deel van ons land. Oké, Raymond Klaassen, dank voor je uitleg. En goed smeren en goed voorbereid zijn op de hitte. Dankjewel. Zeker weten.